Hallo, mijn naam is Marleen en hier naast mij zie je mijn collega Wendy. Wij zijn samen trainers van het AHA-lab en wij maken op verrassende wijze het lastige luchtig. Iedereen heeft een innerlijke criticus. En de meeste van ons willen dat hij weggaat. Maar ja, dat gaat natuurlijk zomaar niet. Het is een echte wereldburger die van plan is om te blijven. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, is er wat lichtvoetiger mee omgaan. De innerlijke criticus praat vaak onvriendelijk en in absolute waarheden. Hij zegt dingen zoals, jij bent niet goed genoeg, niemand zit op jou te wachten, je zal nooit slim genoeg zijn, dombo. Ja, en deze gedachtes kunnen allerlei spanningen in je lijf veroorzaken. Sommige mensen voelen het in hun kaak, in hun keel of in de schouders, of je krijgt een knoop in je maag. En hierdoor kan je je verdrietig voelen of boos, onzeker. Eenzaam en bang. Als je je kritische gedachten voor waar aanneemt, heeft het direct invloed op je gedrag. Sommige mensen die trekken zich een beetje terug, terwijl anderen juist over hun grenzen heen lopen. De impact is voor iedereen anders. Heb jij ooit je innerlijke criticus met een nieuwsgierige en open blik onderzocht? In onze training nodigen wij je uit om dit bij ons te komen ervaren. Want in onze speelse en interactieve training maken wij gebruik van creatieve werkvormen, improvisatie, act en voice dialogue technieken. Maar het allerbelangrijkste, er wordt veel gelachen en veel met elkaar gedeeld. Een van onze doelen is om jou te leren om met meer afstand en zachtheid te kijken naar je innerlijke criticus, zodat de grip die de innerlijke criticus op jouw gedrag heeft, afneemt. Een deelnemer van de Radboud Universiteit zag haar innerlijke criticus als een haai die constant op de loer ligt. En na het doen van alle oefeningen veranderde haar blik en zag ze geen haai meer, maar ineens een dolfijn. In de training maken we gebruik van een jukebox als metafoor. Welk plaatje wil jij draaien zodra je de gedachten van je innerlijke criticus opmerkt? Bij ons ga je verschillende opties ervaren en kies je zelf welk plaatje bij jou en jouw situatie het beste past. Zoals ik al zei in het begin, de innerlijke criticus gaat nooit meer weg. Maar als je hem beter leert kennen, ontdek je ook dat hij goede bedoelingen heeft. En misschien wil je hem dan nooit meer kwijt. Doe mee met onze training en ontdek het zelf. Je bent meer dan welkom. En ben je benieuwd naar de ervaringen van andere mensen die de training hebben gevolgd? Kijk dan even op onze website bij ervaringen. Nou, dat ging niet zo lekker, hè? Video's opnemen. Pff, jongen, 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 jongen. Dat kan toch veel beter?